Welkom allemaal vanavond. De eerste avond dat ik die invol meditaties, laten we het zomaar benoemen, invol meditaties verzorg. Ik heb heel veel informatie van mijn gidsen doorgekregen. Ik laat jullie dit allemaal zien. Een map vol met informatie, waar ik heel veel aanvulling op krijg. Dus morgens tussen 4 en 5, dan krijg ik vaak een download. En ze hebben heel duidelijk aangegeven dat ik het op deze manier zal moeten gaan, mogen gaan delen. Vandaag hebben we een korte meditatie, maar voor volgende week groeit dat heel snel naar ongeveer 15 minuten. De bedoeling is dat wij meditaties van tussen de 10 en 20 minuten, 25 minuten, dat het daar ergens tussen zit. De informatie die ik jullie stap voor stap mag, kan vrijgeven, wordt mij 's morgens pas aangereikt. Dus ik kan niet dagen van tevoren zeggen wat er allemaal staat te gebeuren. Meestal wel een logische volgorde. Ik heb het programma voor de eerste 4, 5 meditaties heb ik al kunnen neerschrijven. Nummer 3, bijvoorbeeld alles heeft een wezen. Nummer 4 gaan wij met de eerste lichtlichamen bezig. De tekst die ik vandaag ga voorlezen is ook eenvoudig, maar heel informatief. Via mijn gidsen krijg ik de navolgende informatie door. Het is een tijd van extreme veranderingen. Maak je geen zorgen om wat er komen gaat. Het gaat in een zeer snel tempo. De grootste veranderingen zullen zich binnen een dag afspelen. Het is een komen en een gaan van kennis en van zaken die de mens nog niet kan volgen. Jullie zijn met enkelen om dit uit te rollen over de wereld. De door ons aangewezenen zullen zich snel groeperen en herkennen. De anderen voelen direct dat dit absoluut is. Er wordt door ons een weloverwogen stap overgeslagen om de weerstand van een aantal machthebbers voorbij te stevenen. Weerstand lukt niet als jullie het niet snappen met jullie primaire hersenen. Vanuit het grote gebeuren hebben we heel recent het plan moeten wijzigen om veel zielen die door de politieke invloed dreigen in oude patronen te vallen, toch te redden. Helaas is een groep van krachten die het geheel nog in het denken zet, terwijl het weten voor hen al is aangereikt. Deze groep kantelt en is belangrijk om ook bij het bewustzijn te houden. Je kunt deze tekst en deze meditaties allemaal terugkijken. Ze blijven op het internet staan. De meditatie die voor vandaag, die volgt zo hierna. En dan zie ik jullie graag aanstaande maandag weer terug. Ga lekker zitten. Ga lekker zitten voor de eerste van ongeveer 30 meditaties. Dit is wel een korte, maar niet minder belangrijk. Adem diep in en ga met je aandacht naar je voeten. Ga met je aandacht naar de botten waar je op staat. De puntjes, 3 puntjes per voet waar je op leunt. Voel achter je grote teen een bot.
Voel achter je kleine teen er één. En voel er één onder je hak. En probeer je aandacht naar beide voeten, naar alle zes de punten te sturen. Beide voeten, drie punten. En ga met je aandacht naar je stuit. En vanuit je stuit maak je ook een verbinding met de ondergrond. En voel maar. En voel van alle zeven de punten dat je dieper kunt gaan in de eerste instantie een centimeter. Laat wortels groeien gewoon in de ondergrond naar 3 en 10 centimeter. Naar 30 centimeter. En uiteindelijk naar 1 meter. En voel ook hoe dik of deze wortels zijn. En maak een verbinding op 1 meter diepte met een buis. Aantal wortels laat je mooi om een buis groeien. En deze buis heeft een verbinding met de kern van de aarde. En ik begeleid je in de diepte. Voel maar. Hij gaat van 1 naar 3, naar 10, naar 30, naar 100 meter. Naar 300 meter, een kilometer, 3 kilometer, 10 kilometer, 30 kilometer. 100, 300, 1000, 3000, 6000 kilometer diepte. Daar aangekomen hebben wij een enorme grote kern van de aarde, een holle kern. En jij vult hem in zoals het voor jou eruit ziet. En in die kern zit ook een hele grote energiebron. Een aardekennisbron. En deze energiebron, die kan weer verbinding maken met jou door deze buis. En het bijzondere van de aardekern is dat er een onderdruk is. Dus een vacuüm afgestemd op wat voor jou optimaal is voor de rest van de dag. En ga met je aandacht weer door die buis omhoog. Ga helemaal tot aan je wortels. Door je wortels naar je voeten. Je voeten door je lichaam tot aan het hart. En breng deze energievorm in eerste instantie tot aan het hart. En vervolgens gaan we met de aandacht naar onze kruin. En bovenop onze kruin plaatsen we een trechter met bloemen. Mooie, verse bloemen. De bloemen zijn een filter voor de kosmische energie, zodat deze niet te sterk over ons heen kunnen komen. En laat die energievorm maar heel voorzichtig in jouw systeem inzakken. Voel maar. En deze energie, die komt in je hoofd. Je nek, je hals, je schouders, je armen, je borst, je buik, onderbuik, bekken, benen, knieën, onderbenen en voeten. En uiteindelijk kun je hem ook sturen naar je hart. Laat hem daar lekker vermengen. Vermengen met de aarde-energie. En deze twee energievormen, die mogen zich vermengen vanuit je hart. En laat deze energie
stromen vanuit je hart met jouw intentie om vandaag de kosmische wezens energie te sturen. En doe het op jouw manier. Vandaag doen we het rechtstreeks vanuit het hart. De volgende meditaties wordt het steeds uitgebreider. En begroet ze. Geef hen licht en geef hen energie, zodat ze ook wat voor ons terug kunnen doen. En geef tot slot energie en positiviteit aan het hele COVID-verhaal, aan het corona, aan wat er zojuist weer gezegd is, aan maatregelen. Maar doe het vanuit een volledige neutraliteit. En COVID mag je positiviteit aanreiken, waardoor het op een andere frequentie komt en uiteen kan vallen. Voel eventueel vanuit je hart en je handen de energie die je naartoe stuurt. Dit is de eerste van de reeks van meditaties welke wij steeds krachtiger en sterker gaan maken. Waarmee wij heel gericht een bijdrage kunnen leveren aan de nieuwe tijd. Ik wens jullie een hele fijne avond.